Danny de Mank kan met zijn tv-tranen op geen enkele sympathie rekenen van media-autoriteit Angela de Jong. De gevreesde columniste van het AD zaagt hem in haar nieuwe column bij de enkels af. Neem verantwoordelijkheid voor je vreemdgaan en val ons niet lastig met je krokodillentranen, luidt de kop van haar stuk. Het zelfmedelijden van de vreemdgaande BN'ers is niet te harde, vindt Angela. Ik ben wel een beetje klaar met al die zogenaamd gelukkig getrouwde BN'ers die hun piemel niet in hun broek kunnen houden en daarna in een interview op tv gaan lopen janken hoe erg het allemaal is. Voor HE accent en, wel te verstaan. Ook Danny maakt zich hier schuldig aan, zegt ze. Het interview met hem vond ze om te braken. Ik moest na afloop grabbelen naar een tijltje. Angela kan dat gejank van Danny niet aanzien. Wees een kerel, neem verantwoordelijkheid voor je vreemdgaan, maar val ons niet lastig met je krokodillentranen. Die tranen zijn er alleen om zijn carrière te redden, denkt ze. Vergeet niet dat achter zo'n interview altijd een groter belang bezit. De deskundigen van RTL Boulevard en Shownieuws neigden er na Danny's tv-tranen toe om hem te geloven. Veel te snel, vindt Angela. De aangifte die er tegen hem ligt, namelijk van verkrachting, is een serieuze beschuldiging, zegt ze. Angela begrijpt niet waarom Danny zo in detail vertelde over zijn slippertjes. Die slippertjes heeft hij ook opgebiecht aan zijn woeste zoon, vertelde hij huilend. Tja, daar houdt mijn medeleven dus op. Dat had hij dan maar moeten bedenken voor hij zijn broek liet zakken.